Als vijfjarige brons bij het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Onlangs verrichtingskampioen bij het KWPN en is eveneens goedgekeurd bij het AIS. Dit jaar indoor kampioen ZZ Licht en winnaar van de klasse ZZ Zwaar bij het Nederlands kampioenschap. Onlangs zijn ze gestart, Dinja Valier en Duvals Caprisson, in de internationale lichte tour. En de eerste wedstrijden werden winnend afgesloten met de kuur op het CDI in Roosendaal. Een mooi percentage van 76,4%. Dames en heren, gaat u genieten van de clinic en straks de kuur op muziek. Duvals Caprisson JR en Dinja van Lieren. Dinja, aan jou het woord. Ja, hallo. Goedenavond allemaal. Ik ben nog één klein dingetje vergeten. Hij is anderhalve week terug ook nog voor het Oldenburger goedgekeurd. Dus hij heeft nu al drie keuringen op zak staan. Maar ik ben uitgenodigd om wat te vertellen over Caprisson en vooral ook in verband met de Sublicup. Ik moet zeggen, de Sublicup waren een van de eerste wedstrijden met hem. En daar groeide hij tijdens alle selectiewedstrijden groeide die iedere keer steeds een beetje meer. En zo op de finale liep hij dus ook hartstikke goed en was ik mega blij met die vierde plek. Waardoor ik dus geselecteerd werd voor de selecties van het WK en verder. Nou, toen tijdens de Subli liep hij nog een mooie vierde plek, maar tijdens de WK-selecties liet hij zich natuurlijk echt fantastisch zien. En vervolgens op het WK deed hij er nog een schepje bovenop en liep hij nog gaver. En ik vind het ook wel grappig om te benoemen, wij waren in Verde en wij waren met het hele Nederlandse team zaten wij te eten. En toen waren er enkele Nederlanders die zeiden van, nou heeft die Subli nou eigenlijk wel toegevoegde waarde voor de WK-selecties? Nou mensen, ik kan jullie vertellen, de Subli heeft wel degelijk toegevoegde waarde. Want dat is heel het begin geweest van Capri en mij. En als ik ook niet die Subli-finale had gereden, had ik me nooit kunnen plaatsen voor het WK. En waren we dus hier nooit aanbeland. Dus ik ben heel erg blij en ik vind de Subli-cup echt een supergoed initiatief. Waar je jonge paarden echt heel goed kan trainen, juist voor de toekomst. De Pavo-cup zie je natuurlijk ook zeker wel wat voor paarden de kwaliteit hebben. Maar juist het goede aan de Subli-cup vind ik dat ze hier toch al een proef moeten laten zien. En dadelijk op latere leeftijd gaat het er toch ook gewoon om wie de mooiste proeven kan rijden. Dus hij kan wel schitterend, spectaculair en mega asociaal gaaf door de Pavo Cup stormen. Maar ja, hij moet het toch ook nog in een proefje laten zien. Nou goed, en dat is dan iets wat Capri gewoon allebei kan. Dus dat is fijn. Maar ik vind de Subli echt een heel goed initiatief en ik denk dat het voor de ontwikkeling van jonge paarden echt heel goed is dat ze toch al die proefjes leren lopen. En zo kan je dus ook zien dat ook Capri dus heel goed heeft geleerd om gewoon ook net de proeven te lopen. Kijk, hij laat ook daarin heel erg zijn kwaliteiten zien. Maar hij moet toch ook een keer pas je schouder binnenwaarts of een pasje wijken of toch gewoon een volte van 15 meter laten zien. Dus dat is zeker heel goed en dat heeft zeker ook heel veel goeds gedaan voor Capri's ontwikkeling en zeker om later ook die WK-proefjes te rijden. Nou, ik ga vandaag eventjes wat laten zien van de training van Capri. Dat hij heel stoer kan draven en machtig kan galopperen en super kan stappen, dat weet iedereen wel al. Maar ik wou vandaag toch ook wel ietsje van het zwaardere werk laten zien. Daar zijn we zeker een beetje mee bezig. Dat is nog zeker niet af. Hij doet nog geen 15 passen piaf op de plek, maar goed, hij is 7, dus vind ik ook nog niet echt nodig. Maar ik ga wel laten zien hoe ik daar een klein beetje mee bezig ben. En neem het me niet heel erg kwalijk als het misschien ook een keertje misgaat. Ik heb natuurlijk al wel een klein beetje rondgedraafd en rondgegalopeerd bij het losrijden. Maar hier zo ook, zeker voor de ontspanning, doe ik even nog een klein beetje laag. Goed, zo kunnen we. Ik ga beginnen met wat galop. Draven.
In de galop moet hij natuurlijk ook goed kunnen verruimen en sluiten. Waar je dat goed kan zien of een paard kan sluiten is vooral in de pirouettes. Nou, toevallig heeft Capri daar ook heel veel kwaliteit voor, dus wat kan hij eigenlijk niet? Je begint dan met een jong paard een klein beetje op een arbeidspirouette, een arbeidsvolte eigenlijk. Daarin ga je kijken of je hem steeds een beetje verder naar het achterbeen kan laten verschuiven, het evenwicht. Ja, het hoeft nog helemaal niet moeilijk te zijn, het hoeft nog helemaal niet veel druk te hebben. Je kan hem gewoon loslaten daar. Dat hij gewoon makkelijk, ontspannen, een klein beetje het gewicht op het achterbeen op wil nemen. Ja. Nou, als hij dat een beetje makkelijk doet, als hij daar makkelijk blijft, als ik hem makkelijk een klein beetje zo eigenlijk travers op de volte kan houden zonder dat ik heel hard hoef te duwen met mijn buitenbeen of moet trekken aan mijn teugels. Als hij dat gewoon makkelijk aan kan, dan kan je hem ook een klein beetje kleiner gaan maken. Als hij nog net een beetje meer gaat zitten. Ja. Nou, ook hierin, als hij dat zomaar makkelijk aan kan, hij hoeft nog niet te klein van mij. Ja, goed zo. Zie je dat hij steeds een beetje kleiner kan. Braaf. Goed zo, vent. Braaf. Ook op de andere kant. Wat ik ook goed vind aan de Subli is dat de zesjarige nu wordt gevraagd een eenvoudige wissel of een wissel. Ik vind het juist wel goed als een zesjarige gewoon al een wisseltje kan springen. Het is geen heel zwaar onderdeel of waar een paard heel veel moeite mee heeft van nature. Ik werk op stal Hexagon en wij zijn er gewoon gewend om een driejarig paard gewoon makkelijk een rondje links en rechts kan galopperen. En ook gewoon eens een keer van hand veranderen en een keer een andere galop laten omspringen. Er hoeft nog helemaal geen gedragen wissel of maakt helemaal niks uit. Als hij gewoon eens een keer de andere kant op kan springen, dan heb je in de verdere ontwikkeling van je paard er eigenlijk nooit meer moeite mee. Capri heeft ook nooit hoeven spannen op de wissels, want dat kan hij al sinds dat hij 3 is. Braaf. Goed zo. Hier zie je dat hij zo heel makkelijk gewicht opneemt naar het achterbeen. Braaf. Goed zo. Goed zo, hè. Die wissels ook doet hij gewoon met heel veel gemak. En dan kan hij gewoon al sinds dat hij 3 is een wisseltje. En later breid je dat uit naar een paar wisseltjes achter elkaar. Braaf. En het maakt helemaal niks uit als er een keer een misser in zit. Hoef je er zo'n 3-jarige of een 4-jarige ook zeker niet voor te straffen. Maar het is goed dat ze het gewoon alles kennen en dat ze het gewoon alles weten. Braaf, goed zo, vent. Braaf. Kijk, zo zie je dat als je wat meer wissels achter elkaar doet, dan komt een klein beetje, hier een klein beetje een balansfoutje. Braaf. Goed zo, vent. Heel goed. Kijken of hij ook nog eens een paar eners eruit kan gooien. Eners ook hetzelfde als bij die Piaf eigenlijk, dat doet hij nog niet 15 eners op een rij, maar hij kan wel wat. Braaf. Goed zo, knul. Ook dat kan je allemaal gewoon spelenderwijs doen. Hoeft ook helemaal geen spanning bij te pas komen. Gewoon makkelijk, simpel. Braaf. Goed zo. Nou, je ziet, zodra ik zijn overgang maak naar draf, dan denkt Capri, holla die, daar gaan we. Braaf. Kijken of dat we hierin een klein beetje kunnen sluiten.
Oh. En ik hoorde Alex vandaag al zeggen dat het lastig is. Inderdaad, als een paard met zoveel afdruk door de baan gaat en zo groot wil lopen, dat het lastig is om ze terug te krijgen naar Piaf. Daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Is ook een lastig onderdeel. Capri ook, vindt Passage dolle pret. Dan mag hij lekker nog hoger en nog meer. Maar het is juist het lastige stukje is om juist een beetje kleiner te krijgen. Dat hij ook naar die Piaf gaat. En dat doe ik eigenlijk ook weer een beetje spelende wijs. Om iedere keer klaar een beetje op te vangen. En dan vind ik dat hij daar iets te groot gaat. Dan zeg ik, kom, even snel jongen. Niet van die grote passen, vinden we allemaal hartstikke leuk, maar nu even niet. Maar ja, weer even terug. Maar ja, geeft niks. Gebruik ook juist een voltetje, dat ik juist een beetje meer buiging in dat lijf heb. Dat hij zo ietsje makkelijker door kan blijven gaan. En weer snel. Maar ja. Goed, zo. En weer een keer een beetje terug. Ik wil juist ook in die Piaf dat ik niet heel erg aan hoef te duwen. Ik wil juist dat hij dit een beetje uit zichzelf een beetje vlug wil blijven. Dus ik zet hem iedere keer terug. En als ik nou vind van, hé, dan wordt hij net een beetje traag. Dan zeg ik, hé jongen, even door blijven lopen. Ja, goed zover. Ook daar hoeft helemaal voor mij geen spanning bij te komen. Of dat hij denkt van, oh jee, ik kan het helemaal niet aan. Want tegen die tijd dan zijn we er gewoon al lang weer uit. Hij moet het wel gewoon allemaal leuk blijven vinden. En Capri, zijn kracht is altijd nog geweest dat hij alles heel makkelijk aankon. Dus het gaan we met dit ook zeker niet moeilijker maken. Goed zo, knul. Bra. Goed zo, Finn. Goed zo. Goed zo, Finn. Heel braaf. Goed zo. En zomaar iedere keer een paar, weet je, misschien wel truttige passen. Maar dat is voor zijn leeftijd al zat eigenlijk. Maar juist dat hij een beetje ontspant, dat hij ook ietsje lager halshouding krijgt. Goed, zo vent. Braaf. Kijk, het is zeker nog niet af. Maar het is wel gewoon al een makkelijk beginnetje met dat ik hem iedere keer een klein beetje terugzet. En daar weer even een klein beetje actief in maakt. Ik vind een zevenjarige hoeft nog niet 15 passen van de grond af te stampen. Maar je ziet wel dat hij het gewoon aanpakt en dat hij denkt van oké, ga ik eens even proberen of ik dit ook kan. En dat is eigenlijk dat is het enige wat hij mij moet geven, want daar ben ik al tevreden mee. Oké, nou heb ik dit een beetje laten zien. Maar nu willen jullie allemaal mijn kuur nog zien. Die kuur is een kuur op liggen toerniveau. Het is eigenlijk mijn ZZ-zwaar kuur. Dus hij is nog niet helemaal af. Hij is even under construction. Want er moeten wat lijnen aangepast worden voor het galopgedeelte. Want het is in de ligatuur natuurlijk net eventjes ietsje zwaarder dan in het ZZ-zwaar. Dus dit is wel nog mijn oude kuur. Dus voor de hele oplettende kijker gaat er misschien iets in de muziek niet helemaal altijd gelijk lopen in de galop. Maar, nou goed, Roosendaal was hij er toch goed genoeg mee. Dus ik hoop dat jullie het ook goed genoeg vinden. Braaf. Genoeg? Braaf.
Fan.
Geef dus een mooi applaus. Wat een fantastisch paard, deze Duval's Caprisonnière. En wat een fantastische Amazone, deze Dinja van Lieren. En wat kan ze lekker kletsen, hè, die Dinja. Dinja, je mag opstellen. Natuurlijk zijn er bloemen voor jou. We hebben fantastisch genoten hier van jullie samen. Caprison en Dinja. Rechts bloemen. Goed, dan gaan we nog even voor die ereronde. Dan gaan we nog één keer genieten van dit paard waar we nog veel van zullen zien. Duval, Caprison en Dinja van Lieren. Applaus kan harder. Dinja van Lieren, Duval's Caprisonnière.